worden uit Podosiri, zegt Mayra Esseboom, onderzoeker Non-Timber Forest Products, Department Bos Management van CELOS. Zo zou er uit Podosiri brood gemaakt kunnen worden. Esseboom deelde deze mening aan de hand van de voorlopige resultaten van het Podosiri-onderzoek in Suriname. Podosiri is een heel voedzaam product en volgens Esseboom moet er gestreefd worden naar een situatie van zero restafval. Het draagt bij onder andere aan als mensen last hebben van bloedarmoede of ijzertekort. Daarvoor wordt het gebruikt, maar ook andere gezondheidswaarden heeft het. Heel veel antioxidanten, wat je maar noemt, hoe gezond het ook is. Het is erg gezond, produceren als product. Maar dan heb je natuurlijk, zoals ik zei, je wil zo min mogelijk afval. De afval wil je hergebruiken. En als je gaat kijken naar de pitten die er dan blijven staan, die zou je dan kunnen gebruiken. En ik ben bijvoorbeeld iemand geweest die heeft de pitten gebruikt als gecementeerd. Gewoon als het onderdeel van een stukje vloer dat hij gestort heeft. Maar ook, je kan de olie uithalen, koffie. Ze maken er scrub van voor de facials. Dus er zijn heel veel dingen die met produceren, ook produceren thee, die al gemaakt worden en waarbij wij als Suriname ook kunnen inspringen op die markten. Esseboom doet onderzoek naar bio-economie in Suriname als Fulbright Amazonia Scholar. Dit maakt deel uit van een regionaal onderzoek in 8 Amazonia-landen. Binnen dit bio-economie-onderzoek in Suriname is Podosiri als case study opgenomen. Esseboom benadrukt dat het voordeel van deze soorten gezamenlijke projecten met zich meebrengt dat de landen van elkaar kunnen leren. Als je naar Brazilië kijkt, Açaí, zo heet Podosiri in Brazilië, daar kunnen we, ik bedoel, het is de Wahala eigenlijk. We kunnen zoveel leren van hun. Niet alleen de goede dingen, maar ook de dingen die fout zijn gegaan. Bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar Brazilië, hebben ze bijvoorbeeld hun bossen. Hebben ze alle bomen gekapt en alleen maar de Podosiri laten staan. Wat is er gebeurd met die inheemse bevolking? Ze hebben eigenlijk nu op het ogenblik bestaan hun bossen dus alleen maar, of nou gedeelte van die bossen waar die mensen dan wonen, alleen maar uit Podosiri. Nu moeten ze zelf fruit gaan kopen. Nu moeten ze allerlei dingen doen. De prijs van Podosiri is gedropt. Kinderarbeid is gestegen, want iemand moet die bomen inklimmen. Kinderen zijn dan de makkelijkste, maar allerlei andere dingen. Dat zijn eigenlijk lessons learned die wij kunnen menen om te voorkomen dat dat gebeurt. En belangrijker is, die prijs is gedropt, want het is een bulkproduct geworden. Bij ons is Podosiri nog een beetje een niche product, dus we betalen er een premiumprijs voor. Waardoor de mensen die het leveren nog een inkomen eruit kunnen halen. Esseboom benadrukt dat bij de verdere ontwikkeling van Podosiri tot eindproducten er ook aandacht moet zijn voor het behoud van de Amazonebossen. Het is belangrijk dat deze bossen niet worden vernietigd en dat inheemse en tribale volken er nog steeds een inkomen uit kunnen halen, zoals van oudsher.